In talloze gedaanten komen we hem in deze dagen tegen. Ook in suikergoed. Dit fraaie voorbeeld werd gemaakt door leerlingen van de school voor banketbakkers. Op deze school in Amsterdam volgen 350 jongens en enkele meisjes de opleiding. Het lesrooster is in de weken voor Sinterklaas helemaal gericht op het maken van al die zaken die nu eenmaal onverbrekelijk verbonden zijn met het heerlijk avondje. Zoals speculaasjes. Dat moet je natuurlijk niet zo doen, want dan druk je hem weer vast. Hè? Ja. En dan korte sneetjes, zie je? Dus niet dit heen en weer halen, maar korte sneetjes. Vinnig, nijdig. Maar dat deeg mag nooit buiten die plank komen, zie je? En dan die kantjes dus even in zo op deze manier. Ik ben 16. Nou, ik kwam van de MAVO, waar was ik niet goed genoeg voor? Nou, ze zeiden dat ik op de banketbakkersschool een van de beste zou zijn. Ja, ik vind het een heel mooi vak. Je kunt je helemaal vrij uitleven. Eigen fantasie kun je verwerken. En die fantasie leidt dan bijvoorbeeld tot het maken van een alternatieve Witte Piet. Ondanks steeds verder gaande automatisering in de zoetwarenindustrie wordt de vraag naar vakbekwame banketbakkers steeds groter. Het maken van pepernoten, borstplaatjes en banketletters komt in het derde jaar aan de orde. De eerste klassertjes van 12 en 13 jaar zwoegen voorlopig nog op iets anders. Ons hele programma staat in het kader van Sint-Nicolaas. Het is dus ook logisch dat wij nu iets gaan garneren. Een opschrift wat je op taarten en harten en speculaaspoppen moet maken. Onderschat de hoofdletters niet, jongelui, vooral de letter P. Als je ziet wat meneer Van Hasselt er allemaal van doet, dan moeten we nog veel leren, want dat krijgen we allemaal niet gedaan van die moeilijke letters. Dit is letterlijk pet. Niet voor niets duurt de opleiding tot banketbakker dan ook 6 jaar.